Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vanavond spelen we weer Mega Mansion Tycoon. We zitten op dit moment op de 45% van de Tycoon, dus eigenlijk nog steeds niet op de helft. Daarna beginnen we met de Beach House en daarna met het Penthouse. Maar dat duurt nog allemaal wel even. We hebben alweer de 80.000 binnen, dus we kunnen weer lekker wat kopen. En ik weet niet of het nog in de tijd is veranderd, maar ik heb op dit moment de 343 abonnees. Dus nog 7 abonnees te gaan voor de 5 uur livestream. En dan, zoals jullie weten, ga ik ook challenges doen die ik niet leuk vind, maar die waarschijnlijk jullie wel leuk vinden om naar te kijken. Dus volgens mij had ik nog wat in deze kamer te doen. Ja, dat moest ik wel doen nog, ja. Zo, hier ook nog een muur. Heb ik overal muur gebouwd. Treadmills. Sportding. Werken ze ook? Nee, dat vind ik dan weer jammer. Benchpress. Dumbbells. Nog meer dumbbells. Oké, zo. Een tv. Ook nog even speakertjes, hè. Oh, 18.000 heb ik niet. Ook nog even speakertjes voor de motivatie, voor het muziek. Maar ik moet weer terug naar beneden om weer geld binnen te halen. Ik wil u alvast zeggen, heel misschien wordt er een stukje uit de video geknipt. Want zometeen is er heel misschien, zei ik ook al bij de vorige video, maar ik weet niet precies wanneer het is, want ik maak vandaag meerdere video's als voorschieten. Maar kan er een wat harder irritant geluid door mijn video heen komen, dan wordt het een stukje eruit geknipt. Zeg ik er even niks over, zet ik even bovenin dit stukje wordt eruit geknipt. Dat, ja. Dus gewoon, we gaan een tijdje even niks zien. Kan ik niks aan doen. Ik ga ook niks nieuws bouwen dan. Dan ga ik gewoon wachten tot het naar geluid klaar is. En dan gaan we daarna meteen verder. Maar dan zijn we hier weer bij die voorraadkast zou ik zeggen. Ceiling 18.000. Ook nog de lichten koop. Die kost ook weer 18.000. En ik heb nog maar 10.000. Kan ik waarschijnlijk alleen nog maar dit ding mee kopen. En dan is het alweer klaar. Er moet ook even een slaapkamer komen, want dat heb ik volgens mij nog niet gebouwd vandaag. Goldify, een waterval die goud is. Oh, dit zijn 3D muren. Heerlijk, ik vind het wel mooi, dat soort 3D muren. Zoals die wat zo eentje wat Don de Jong vindt, die vind ik heel mooi, achter zijn tv. Maar alleen die dingen zijn niet te betalen. Daar kan je echt per stuk echt... per rol denk ik echt rond de 2.000-3.000 euro aan vragen. Ik weet niet hoe groot een rol is, maar het is gewoon heel duur. Of het zijn platen, ik weet het ook allemaal niet. Maar... zorg dat ik even stil ben. Oh, ik heb die wel nog, die Happy New Year karaoke. Ik heb dus op mijn PC een Happy New Year karaoke staan. Laat ik dan ook maar gewoon deze kamer gaan doen. Ben ik wel meteen mijn geld kwijt. Laat ik eerst gewoon maar deze muur dan gaan kopen. Ook een deur. En loopt ook op deze kamer uit. Nog wat. Ik kan niks meer kopen überhaupt. Zal ik even kijken wat er eigenlijk allemaal in die kelder komt. Want er is ook een kelder. Alleen daar is hij. Hier. Er is ook een kelder, iets van, ik kan meer een kluis doen. Daar komen ook nog allemaal dingen, maar die dingen zijn bijna niet te betalen. Hier, 75.000, 113.000, 189.000, 264k. Hier zie ik niks, ik denk dat hier allemaal schilderijen komen ofzo. Kunstwerken. Ik heb een droge mond, ik heb een droge keel, maar ik heb geen water. En ik moet video's blijven maken, want ik moet zo meteen weg. En ze moeten dan ook online komen. Ik heb nog maar een half uur om video's te maken. Okay, maar we hebben weer 51.000. Ik denk dat deze video niet meer lukt om de 300 per seconde te halen. Zou het toch echt zijn, joh. 300 euro per seconde. Wacht, dat moet ik even nu uitrekenen ook. 60 keer 300 is... dus 18.000 per minuut. Dat ook nog een keer 60. Dat is 1 miljoen per uur.
Dat keer 24 is 25.000, bijna 26.000 per maand. Per dag, sorry. En dan dat keer 356. Ja, dan kom ik uit op dit. Ik weet niet hoe ik het zeg. En dan gedeeld door 12 is 788,4 miljoen. Niet normaal als het echt zou zijn. Zou ik dan gewoon meteen maar dit gaan kopen? Heb ik dat duur ook meteen weg? Duur, hier kom ik weer naar het terrasje. En ik heb het geld nu alweer opgemaakt. Dolfijnen. Dat wil ik zien. Ik zie even een dolfijnentekentje staan. Ik wil weten wat ze daarmee bedoelen. Alleen als ik zo zie, zie ik het goed, alleen zo zie ik het wazig. Kijk, dit water is dan weer slechter gedaan, want hier kan ik gewoon doorheen rennen. Ja, dit zijn gewoon van die logootjes. Niks bijzonders is het. Make your home your own. Use the paintbrush to paint furniture around your houses. Nee, dank je. VIP, nee. Kost zeker weer wat. Ja, 500 Robux, nee dank je. Ga meer 12 euro kosten omdat ik een Robux moet kopen. Zijn er echt mensen die te kopen, zonder van je geld toch? Hier heb je puur niks aan, extra speed. Heb je wel wat aan, maar ja. We zitten nu op bijna 50% van het huis. Ben ik op zich wel blij mee. Maar ja, het kon beter. Oké, hoeveel geld zouden we hebben? Zou wel mooi zijn als we een ton hadden. Oké, ik kan heel even wachten. Dan hebben we misschien alweer een ton binnengehaald. Maar eerlijk, het huis komt begint een mooi vormpje te krijgen. Gewoon met die keuken daar zo. Ik zie het fornuis ook hier zo zitten. De midden kookeiland, de eettafel, de huiskamer, de gewoon chillhoek of zo. Maar we hebben 1 ton binnen. Als ik wil, kan ik nog een auto kopen, maar dat doe ik niet. Voor hoeveel kost een auto die ik nu zou kunnen kopen trouwens? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat kost 90.000. Wel mooi, maar zonde, want je verdient er geen geld mee. Ik kan rondjes rijden, maar dat is ook het enige wat je mee kan. Oké, dan gaan we maar weer naar deze kamer. Ik denk dat dit ik dacht dat hier zo'n rood puntje zat. Ik denk dat dit, denk ik, de master bedroom wordt of zo. Oh, er komt nog een muur tussen. Oké. Dat had ik niet verwacht. Hier komt, denk ik, een douche of zo. Ik koop muren. Die muren. Oh, dit is een inloopkast. Met een badtub erin. Oké. Zo, ik verdien al 279 per seconde. Zo, ga ik nu naar die deur toe rennen. Ga ik weer over die dingen heen springen, wat ik altijd doe. Dan heb ik er 40.000 binnengehaald. Ik vind, eerlijk gezegd, ik snap dat veel mensen niet zo voor zouden kiezen, maar ik vind het op zich niet lelijke lamp. Maar om in mijn eigen huis te hebben, nee, dat gaat dan weer te ver. Zo. Nee, ik loop totaal de verkeerde kant op. Slim ook weer. Dit is sport. Dus dat is tv wat ik zag. Dit had ik al. Oh, dit had ik dacht ik al af. Maar nee. Toilet. Oké, dan is dit af. Dan is deze. Oh, dit is niet af. Kost 21.000. Ja, nee. Heb ik niet. Oeh, dit is wel een grote bed hoor. Niet normaal.
Maar ik wil bij jullie bij deze bedanken voor het kijken naar deze video. Mijn haar zit nog steeds niet goed. Mijn haar op dit tijdstip zou mijn haar waarschijnlijk wel alweer goed zitten. Want ik vandaag naar, zal, wanneer deze video online is, ben ik naar de kapper. Maar ik neem deze video een dag van tevoren op, want dan plan ik alvast vooruit. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik bij de volgende video weer zie. En dat ik altijd zeg aan het eind van de video is, vergeet niet het belletje aan te doen. Like naar meneer. En tot de volgende keer. Later.